Hallo allemaal. In dit filmpje gaan we kijken hoe je machten en vierkantswortels van breuken kan gaan berekenen. Ten eerste gaan we eventjes onze terminologie herhalen. Dus hier op het scherm zien we nu een macht. Wie weet er nog hoe we het getal in het paars noemen? Dat was het grondtal en het klein getal dat je bovenaan, de 3 noem ik de exponent. Dan gaan we eens kijken hoe moeten we de machten nu weer uitrekenen. Als ik 3 tot de vierde macht wil uitrekenen, dan zal ik 3 vier keer met zichzelf moeten vermenigvuldigen. Dan doe ik 3 maal 3, maal 3, maal 3. Want mijn exponent is 4. Dus ik ga 3 vier keer met zichzelf vermenigvuldigen. Als ik dat uitreken, dan krijg ik 3 maal 3 is 9, maal 3 is 27, en nog eens maal 3 is 81. Dan gaan we eens kijken hoe we dat dan met een breuk gaan doen. Ik heb hier de breuk 2 derde weer tot de vierde macht. Ik weet dat ik dan mijn grondtal 4 keer, want mijn exponent is 4, met zichzelf zal moeten vermenigvuldigen. Dus dan krijg ik 2 derde maal 2 derde maal 2 derde maal 2 derde. En breuken vermenigvuldigen dat kan ik al, want dat hebben we vorige week al gedaan. Dus ik doe teller maal teller maal teller maal teller. 2 maal 2 maal 2 maal 2 is 16. En noemer maal noemer maal noemer maal noemer, noemer. 3 maal 3 maal 3 maal 3 is 81. En dan heb ik mijn oplossing 16 81ste. Dus het komt erop neer dat ik voor om een macht van een breuk te berekenen, de teller van die macht tot de exponent zal verheffen. En ook de noemer van die macht tot die exponent zal verheffen. Even naar het stappenplan. Als allereerste bepalen we altijd het teken. Hoe ging dat nu weer bij Machten? Als je een positief grondtal hebt, dan is je oplossing altijd positief. Heb je een negatief grondtal, maar wel een even exponent, dan krijg je ook een positieve oplossing. En alleen als je een negatief grondtal en een oneven exponent hebt, Wordt je oplossing negatief? En nadien gaan we gewoon de teller en de noemer tot die macht verheffen. We kijken naar enkele voorbeeldjes. Eerste voorbeeld. Min 2 zevende tot de tweede macht. Ik begin met het teken te bepalen, stap 1. Ik zie hier een negatief grondal. Er staat een minnetje, dus het is negatief. En de exponent is 2. 2 is een. Even getal, dus dat wil zeggen dat mijn oplossing positief zal zijn, want mijn exponent is even. Oké, okay, ik heb het teken bepaald, dan ga ik zowel de teller als de noemer tot die macht verheffen. Dus krijg ik zowel 2 tot de tweede macht als 7 tot de tweede macht. 2 tot de tweede macht reken ik uit als 2 maal 2 en dat is gelijk aan 4. En 7 tot de tweede macht reken ik uit als 7 maal 7 en Dat is 49 en dan heb ik mijn oplossing 4 49ste en het plusje dat hoeven we niet meer te schrijven, dat weten we. Tweede voorbeeldje, als eerste stap gaan we weer het teken bepalen. Ik heb opnieuw een negatief grondtal, er staat een minnetje en ik zie nu is mijn exponent 3. 3 is een oneven getal, dus deze keer heb ik een negatief grondtal en een oneven exponent, dus krijg ik wel een negatieve oplossing. Nadien ga ik weer zowel de teller als de noemer tot die macht verheffen. 1 tot de derde macht en 2 tot de derde macht. 1 tot de derde macht wil zeggen 1 drie keer met zichzelf vermenigvuldigen, 1 maal 1 maal 1 is nog steeds 1. En 2 tot de derde macht wil zeggen 2 drie keer met zichzelf vermenigvuldigen, 2 maal 2 maal 2. Wordt 8 en het minnetje niet vergeten, want we hadden gezegd onze oplossing is negatief, dus krijg ik min 1 achtste. Nog een laatste voorbeeldje. En voor ik aan mijn stappenplan ga beginnen, zie ik dat ik hier een speciaal voorbeeld heb, want mijn exponent is 0. Wie weet er nog wat er speciaal was aan een exponent die gelijk is aan 0 dan is onze oplossing altijd gelijk aan 1. Dus als je zo'n 0 macht ziet staan, dan moeten we niet verder nadenken, dan schrijven we direct oplossing is 1, want de 0 de macht is altijd gelijk aan 1. Dan hebben we nog een belangrijke opmerking. Let goed op voor onderstaand verschil. Min 1 vijfde tot de tweede macht, en min 1 vijfde tot de tweede macht. Het lijkt bijna hetzelfde, maar het verschil is dat bij de eerste mijn grondtal min 1 vijfde is, want het minnetje staat mee tussen de haakjes. En bij de tweede is mijn grondtal 1 vijfde, want het minnetje staat niet mee binnen de haakjes. Dus dat minnetje hoort eigenlijk niet bij mijn macht. De eerste die los ik op zoals altijd, zoals we het geleerd hebben. Eerste teken bepalen. Ik heb een negatief grondtal, maar een even exponent. Dus mijn oplossing wordt positief. En daarna ga ik uitrekenen. Eerst de teller tot de tweede macht verheffen. 1 x 1 is nog steeds 1. En dan de noemer tot de tweede macht verheffen 5 tot de tweede macht of 5 x 5 is 25. Bij de tweede. Ga ik dat minnetje gewoon overschrijven, want dat heeft niks met mijn macht te maken. Dat hoort daar niet bij, want dat staat buiten de haakjes. En dan pas ga ik uitrekenen. Dus dan is mijn grondtal positief. 1 vijfde tot de tweede macht. En doe ik gewoon teller tot de tweede macht. 1 tot de tweede, 1 x 1 is 1. En noemer tot de tweede macht, 5 tot de tweede, 5 x 5 is 25. Dus zo zie je dat we twee verschillende oplossingen krijgen. Als het minteken buiten de haakjes staat, schrijven we het minteken altijd gewoon over, dan heeft het niets met onze macht te maken. Nog iets waar je voor moet opletten is voor dit verschil. Bij de eerste zie ik 3 vierde tot de tweede macht. Bij de tweede zie ik 3 tot de tweede macht en dan noemer 4. En bij de laatste zie ik 3 en dan noemer 4 tot de tweede macht. Dus de eerste is gewoon een breuk, 3/4 tot de tweede macht. Ik reken uit, teller tot de tweede macht, 3 tot de tweede is 9. En noemer tot de tweede macht, 4 tot de tweede, 4 maal 4 is 16. Bij de tweede staat die exponent alleen bij dat 3'tje. Daar staan geen haakjes rond. En die 2 hoort alleen bij 3. Dan krijg ik 3 tot de tweede macht is 9. En 4 blijft gewoon staan, want ik zie daar geen haakjes. Die exponent 2 hoort niet bij die 4. Bij de laatste zie ik bij 3 geen exponent staan, dus die 3 schrijf ik gewoon over. En dan bij de noemer staat er wel een tweede macht, dus 4 tot de tweede macht ga ik wel uitrekenen, is 16. Dus kijk altijd goed of je breuk tussen haakjes staat, anders hoort de exponent alleen bij de teller of de noemer van de breuk. En krijg je dus een andere oplossing. Dan hebben wij ook deze gezien, wat we hier nu op ons scherm zien, noemen we een vierkantswortel. Het getalletje in het paars noem ik ook het grondtal. En dat tekentje, dat noemden we het wortelteken. Dan gaan we nu eens kijken hoe we nu weer vierkantswortels moesten uitrekenen. Bijvoorbeeld de vierkantswortel van 9. Dan moesten we nadenken, welk getal tot de tweede macht is er gelijk aan 9? Of met andere woorden, welke twee getallen of welk getal kan ik met zichzelf vermenigvuldigen, zodat ik 9 krijg? Als ik 3 tot de tweede macht doe, of ik doe 3 maal 3, krijg ik 9. Dus de vierkantswortel van 9 wordt 3. Maar hoe ga ik dat dan doen bij breuken, de vierkantswortel van 9 zes dan ga ik opnieuw gewoon de vierkantswortel nemen van de teller en nadien de vierkantswortel van de noemer. De vierkantswortel van 9, die kennen we nog van daarnet, die was 3, want 3 maal 3 is 9. De vierkantswortel van 16 moeten we nog eventjes zoeken. Dus ik zoek opnieuw een getal dat tot de tweede macht gelijk is aan 16, of een getal dat maal zichzelf 16 is. En als ik 4 maal 4 doe, of 4 tot de tweede macht, krijg ik 16. Dus de vierkantswortel van 16 is 4. En dan krijg ik dat de vierkantswortel van 9 zestiende gelijk is aan 3 vierde. We gaan eens kijken naar het stappenplannetje. Als allereerste doen we hetzelfde als altijd. We bepalen ons teken. Staat er geen min voor de vierkantswortel, dan krijg je altijd een positieve oplossing. Staat er wel een minnetje voor de vierkantswortel... Dan krijg je altijd een negatieve oplossing. En dan gaan we gewoon de vierkantswortel van de teller en daarna de vierkantswortel van de noemer berekenen. We kijken naar een voorbeeldje: min de vierkantswortel van 1625ste. We beginnen met het teken te bepalen. Er staat een minnetje voor, dus mijn oplossing zal ook een minnetje krijgen. Ik schrijf het minnetje over. En dan stap 2 bereken ik de vierkantswortel van de teller en van de noemer. De vierkantswortel van 16. Welke getal tot de tweede macht is 16? 4. 4 maal 4 is 16. Of 4 tot de tweede macht is 16. En welke getal tot de tweede macht is dan gelijk aan 25? 5 of 5 tot de tweede macht. 5 maal 5 of 5 tot de tweede macht is 25. En dan krijg je als oplossing min 4 vijfde. Een tweede voorbeeldje. Als eerste stap ga ik weer het teken bepalen. Ik zie geen minnetjes, dus mijn oplossing zal sowieso positief zijn. Dan ga ik opnieuw naar stap 2 berekenen: de vierkantswortel van de teller en de noemer. De vierkantswortel van 64. Ik zoek een getal dat tot de tweede macht gelijk is aan 64. 8 tot de tweede macht of 8 x 8 is 64. En dan zoek ik een getal dat tot de tweede macht gelijk is aan 121. En 11 maal 11 of 11 tot de tweede macht is 121. En dan heb ik mijn oplossing 8-11 of um, plus 8-11, maar het plusje hoeven we niet te schrijven. Als je die hoge getallen, als je die vierkantswortels nog moeilijk vindt, zoek die dan eventjes terug op in je blaadje met veel voorkomende vierkantswortels die van 1, tot 15, de kwadraten van 1 tot 15, die moet je van buiten kennen. En tenslotte nog een laatste opmerking. Let weer op voor dit verschil. Wat is het verschil tussen die drie opgaven? Bij ons eerste getal zien we een grote vierkantswortel die over de hele breuk staat. Bij ons tweede getal zie ik dat de vierkantswortel alleen over de teller staat. En bij de derde opgave zie ik dat de vierkantswortel alleen over de noemer staat de eerste reken ik uit zoals we al de hele tijd hebben gedaan. Ik bepaal het teken, geen minnetje, dus het is positief. En dan neem ik de vierkantswortel van de teller. Vierkantswortel van 9 is 3. En nadien van de noemer, vierkantswortel van 16 is 4. Bij de tweede moet ik de vierkantswortel berekenen van 9 van de teller, dat is 3. En bij 16 staat er geen wortel, dus 16 mag ik gewoon behouden. En bij de laatste zie ik geen vierkantswortel over 9, dus dat blijft gewoon 9. En moet ik nadien de vierkantswortel van 16 berekenen, en dat wordt 4. Dus zo zie je drie verschillende oplossingen. Dus kijk goed of het wortelteken over de hele breuk staat of niet. Veel succes met de oefeningen.